Hallo kijkers van Shine Sprites. Het is tijd voor de derde aflevering van Pokémon Sword and Shield Avatar Log. Samen met Jordi van De Subpar Guys. Normaal heb ik het in beeld staan, maar nu niet. Wow. Dus ik wist het even niet meer. Hij is er natuurlijk ook weer bij. We gaan weer verder met onze Avatar Log. Het is de derde aflevering en eindelijk gaat het spel eigenlijk een beetje beginnen. Ja, begin jij met team recap of ga je met Hop? Oh, oké, sorry. Ja, ik was meteen... Nee, ik kon ook niet meer, want ik was al met Hop aan het praten. Hij wou meteen vechten. Oké, dan kijk ik wel even af. Ik heb dezelfde Pokémon als de vorige keer. Ja, ik heb mijn team een beetje aangepast. Dat is ik niet heb... waar. Ja? Ik heb nu Spagonia, de Pidoof met Growlithe, Quick Attack en Taunt. Furhyer, de Scorvet met Tackle, Tail Whip, Bite en Stuffed Cheeks. Heisenberg, de Trifloon met Astonishing Gust, Fox en Payback. Kronos de Hoothoot met Pack, Confusion, Tackle en Echo Voice. Adonis de Metapod met Harden. En Yibru de Golett met Astonish, Defense, Corrupt, Pound en Shadow Punch. Die van jou is echt wel heel anders, ja. Ja, hey, andere teams, hè? De enige die er bij mij extra is bijgekomen is... Ik heb Nicket eruit gehaald. Ja. Po de Pancham erin gedaan. Dat is het. Verder heb ik hetzelfde als de vorige aflevering. Oké. Ja, ik probeer mijn team langzaam zeker een beetje te upgraden naar wat ik even noem niet early game, niet early game team. Want daar gaat mij voornamelijk nu eerst even meer om. Gewoon even het team een beetje opbouwen. Dat zich niet echt een team wat bestaat uit early crap. Want hoe mooi een Wooloo, een Nicket, een... Ja, die probeer ik er ook inderdaad uit te filteren allemaal. Ja. Kijk, ik wil best een de score met Pancham, proberen dus tot aan het einde van de game. Maar ik weet niet of ik Pancham hou, maar voor nu inderdaad even. Ja. Nee, maar ik weet ook niet of ik hoe lang ik sommige Pokémon in laat zitten, maar weet je wat? Greedent wil ik best graag proberen. Toxel in mijn team, of in ieder geval Toxtricity uiteindelijk. Nou ja, daar zijn we bijna. Alleen hopen dat het de amped versie is. Volgens mij is die altijd standaard, volgens mij wel Amped. Oké. Amped is de gele, hè? Ja. Ja. En volgens mij is die standaard Amped, maar quote me daar niet op. Okay. Ja, dat moet bijna wel, want volgens mij zijn dat altijd fixed stats, zeg maar. Ja. Die stat die je krijgt. Ik heb een ground type, dus ja. Ik heb mijn counter al tegen fire types. Oké. Golett, hè? Oh, ja. Zo. En laatste. Ja, ik rouw maar nog even lekker door. Ik heb nu voor het eerst gebruik ik een andere Pokémon dan Benny. Maar ja, in de vorige aflevering hadden we het even kort over wat wij even noemen de stedendiscussie. Ja. Yeah. En ik was er wel over nadenken over Gen 2, maar Gen 2 heeft niet zo heel veel dorpen. Je hebt Cherry Grove en Starting Town. Ja. En daarmee heb je eigenlijk alles gehad. De rest heeft voor mij allemaal wel plaatsen met een gym. Maar ja, welke is Cherry Grove? Cherry Grove is de tutorial plaats waar je de map, waar ook dingen als de map krijgt. Ja, gewoon de twee stadjes, zeg maar. Ja. Ja, ik zit even te denken, dat klopt. Ja, verder is er, zijn er niet veel interessante steden in Johto. Hey, Blipbuck evolueert in Dottler. Nice. Even kijken, volgens mij Gen 3 hebben we gehad, Gen 4 hebben we gehad, Gen 5. Ken ik niet even heel goed aan mijn kop momenteel, maar volgens mij heb je daar sowieso de beginstad. De eerste stad waar je eerst tegen N vecht. Dan... Oh ja, dat klopt, ja. Heb je Gym? 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 Een gym? Ja, Gen 5 ken ik het slechts, dus daar kan ik niet echt in mee... Gym. Ja, heel veel, je hebt heel veel gyms in het begin. En de rest van de steden in de postgame zijn niet hebben geen gyms. In Black 2 en White 2 heb je meer plekken zonder gyms. Okay. Omdat ze de volgorde op de kop gooien.
Maar ja, die naam ken ik voor geen meter. Ja, dat klopt. In Gen 2 heb je natuurlijk, begin je op dat eiland, zeg maar. Ja. Met drie stadjes. En daar heb je wel twee gyms toch op die drie stadjes. Ja, in je beginstadje heb je een gym, wat dat volgens mij de enige keer dat dat gebeurt. En dan heb je het derde stadje op dat eiland ook. Dat is die hele vette gym, zo ondergronds met die rockband. Klopt. Nou, ik heb op klaar, jij ook? Ja. Ik heb nu geheeld en dan ga ik route 3 in. Ja, ik ga nu eerst even healen en dan ga ik ook route 3 in. Toch even, mijn route 3 is een stuk sneller dan die van jou. Want ik kan niks meer vangen. Jop. Even kijken, dan ga ik even healen. En dan ga ik al direct voor jou nakijken voor het volgende stuk. Want... Ja, ik kan Rolycoly bij het volgende stuk vangen. Ja, Rolycoly kan je ook al vangen op de route 3. Even kijken, de Galar Mines. Wat hebben wij als mooie Pokémons daar? Jij kan Woobat vangen. Alleen Woobat. Hey, Growlithe. Ben ik eerlijk gezegd niet heel blij mee dat ik alleen maar een Woobat daar kan vangen. Ik ben niet zo erg, ik ben niet zo'n groot fan van die early high friendship Pokémons. Nee. Ik ben überhaupt niet zo'n fan van friendship Pokémons. Oh, je hebt nooit een Buneary gebruikt in Diamond and Pearl? Nee, ik vind Buneary ook helemaal geen leuke Pokémon. Ik vind de enige die ik wel eens gebruik is Espeon of Crobat. Ja, dan zijn ook direct de twee beste in Gen 2. Ja, want... Ja, maar waarom krijg je Eevee nog wel redelijk snel en Zubat, wanneer hij even door zijn saaie ik heb geen moves fase heen is, is nog best wel bruikbaar. Dus ja. Nee, en mooi staat Buneary. Buneary is ook de enige Pokémon die had het begin met bijna geen happiness. Of bijna geen friendship. Ja, wat een hater. Nogal, ik heb Growlithe gevangen. Nice. Ik denk ook dat hij in je team vastgaat. Nee, want ik heb Scorbunny en dat is al een fire type, zeg maar. Fair enough. Dus die laat ik nog heel eventjes in mijn box. Maar mocht Scorbunny ooit doodgaan, is het dan meteen de eerste die ik erin doe. Ja, want Arcanine is gewoon een hele goede fighter. Yep. Ik heb nu wel een... Ik ga geen trainers overslaan, dat lijkt me nooit slim. Zeker niet in het begin met voor XP. Nee, normaliter sla ik ze over in geval van een race, maar nu zie ik zo van, weet je wat, laten we ze gewoon allemaal doen. Want je moet toch gaan grinden. Yep. Want wat voor nuzzelokker ben jij eigenlijk wanneer het gaat om grinden? Flink boven het level, gelijk aan level of onder het level? Nou, ik ben altijd bekend omdat ik heel ongeduldig ben. In het begin loop en dan loop ik waarschijnlijk een keer tegen één of twee deads aan en denk ik shit, nu moet ik oppassen en dan doe ik altijd een beetje trainen, maar ik zit meestal wel boven het level, maar niet flink boven het level, zeg maar, snap je? Snap dus, ik. Laten we zeggen, bij level 30 Pokémon's dan zit ik op 34 of zo, zeg maar. Ik zit dan niet op 39, 40. Ja. Nee, ik zit altijd net aan gelijk of net onder. Oké. Ja, ik ben ook zo van, meestal probeer ik het wel, zeg maar, gewoon. Ja. Terwijl, behalve als het echt om een type gaat die ik, die heel slecht, of die heel goed tegen mij is, zeg maar, dan kijk nee, ik. Nee, oké, maar dan, dat zou heel eerlijk zijn, dat is ook heel goed te begrijpen. Ja. Nee, zoals ik ook, als ik weet, oké, de volgende is een Dragon Gym en ik heb niks er tegen, dus alles wat ik heb is resisted, als ik ook zo in van, fuck it, dan ga ik wel iets boven zitten. Ja, precies. Ik heb even geheeld. Dat moet ook gebeuren. Ja, maar anders begint ze meteen weer vanaf nul. Ja, daar heb ik echt geen zin in. Nope. Daar heb ik echt geen zin in. Heel goed te begrijpen. Nou. Ik zou het ook nog leuk vinden als een van onze shiny tegenkomt. Oh, dat vind ik altijd zo mooi. Omdat je het nooit verwacht. Nee, in deze precies. Situatie. Maar je moet nooit verwachten dat je het krijgt. Nee. Dat is ook de insteek die je ervoor moet hebben. Nee, ja, ik heb dus wel eens... dan zit ik dus wel eens van die... Of van die speedruns of van die
single Pokémon challenges te kijken. En op een of andere manier komen die altijd shiny Pokémons tegen. En dan denk ik 1 op 8000, want dat zit op die oude games, weet je wel, ja. Emerald of zo. Ik kan daar dan zo slecht tegen. Ik denk van, ik heb die game echt wel meer dan 50 keer gespeeld. En ik heb nog in Emerald nog nooit een shiny tegen. Ja. Nou, een van de meest vervelende dingen die ik altijd tegenkom, is wanneer je een shiny tegenkomt tijdens de run. Dus tijdens een project, wanneer je gaat grinden en offscreen bezig bent. Ja, ja, dat is mij ook nog nooit gebeurd hoor, maar... 5 keer. Ja? Ja. Dat is heftig. Vang je hem dan wel gewoon om te bewaren, zeg maar? Nee? Niet om te bewaren? Meer van tijd water voor emus. Dus, ja, oké, voor emulators. Ja, nee, dat snap ik wel. De enige die ik heb bewaard was een shiny Venomoth voor Let's Go. Omdat, oké, jongens, de recording is klaar. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. En toen kwam hij. En toen kwam hij. Ik was letterlijk, de recording was dat ik net gestopt en toen spawn nu. Dus ik al van, pak off. Maar dat was op Let's Go, zei je. Ja, maar die kan je even gewoon op bank sturen. Nee, precies. Dat is ook de enige. Voor de rest, shiny Beedra op Black and White. Shiny Slugma in Emerald. En nog 2. Dus ja. Altijd zo leuk wanneer ze tegenkomt. Ja. Yeah. Al had ik dat maar. En ik heb best wel veel oldschool Pokémon's gespeeld hoor. Maar het is me nog nooit gelukt. Of gelukt. Het is me nog nooit gebeurd. Want het is niet echt iets wat moet lukken. Oeh, Stunky. Ja, je mag hem gewoon vangen. Dark Poison. Ja. Ik wist helemaal niet dat die hier zat. Dan heb ik hier echt veel Pokémon's die ik kan vangen. Yep. Oeh, dat is mooi om te hebben. Ik zit alleen wel even in van het volgende stuk is... Fighting en rock trainers. En dat ik daar nou net niks tegen heb. Dat is balen. Ja, het beste wat ik gewoon kan doen is denk ik een Golem er tegenaan gooien. Heb je nog geen enkele fairy Pokémon? Waar moet ik een fairy Pokémon vandaan halen? In de wild area kan je ze eigenlijk alleen maar krijgen via raids of wanneer het Misty is. Heftig. Nee, mijn eerste fairies kan ik pas krijgen naar de Grass Gym. En het zijn ook... Is Milkyrie geen fairy? Oh, nee. Ja, Milkyrie is een fairy en die kan je direct... Ja, naar de grotto. Ik weet wat ik moet doen. Ik weet wat ik moet gaan doen. En is zij alleen fairy, Milkyrie? Ze is alleen fairy, ja. Ik ga terug. Ik ga terug naar Motorstoke. Oké. Okay. Oh, wacht. Wacht ik nog. Nee, ik wacht nog. Want het kan zijn... Dat als je, want in Motorstoke en in Hammerlock heb je een café waar je kan vechten. En daar kan je mogelijk een voet als een zware krijgen. Ja. Ja, klopt. Dat weet ik nog toen ik mijn decks ging completen, toen ik Alcremie wou. Toen heb ik daar ook een beetje moeite voor moeten doen. Maar wel grappig dat die op die manier evolueert. Ja, maar dat vind ik op zich een prima alternatieve evolutiemethode. Ja, beter dan die van één keer dat je hier... Ja. Zo moet dat. Op zich, die vind ik nog steeds geinig. Puur alleen om het idee van de vroegere grappen van Pokémon. Ja, deze Pokémon evolved op een vrijdag wanneer het regent. Deze moet op de kop staan. Je batterij moet 80% zijn. En je moet een Dark type in teamen. Hij moet 80% zijn. Ja, ja, laten we heel eerlijk zijn. Je ziet Nintendo ook nog een keer doen. Ja, ja, ik zie dat echt, ja. Oh ja, dat is een Delibird. Ja. Oh, je mag je Pokémon geen fart noemen. Nope. Heftig. What the fuck? Dat heeft me nog nooit overkomen. Ik weet nu wel dat ik iets moet gaan vinden voor Ice Types. Ja, wordt een probleem. Nou, ik heb een Bidoof. Ik heb een Drifloon. Uh-huh. Ik heb een Golett. Ik heb een Hoothoot. Ik heb een Butterfree. Dan moet je eigenlijk zo snel mogelijk toch een Sizzlepeed proberen te vangen. Ja, maar op die 1% ga ik me niet focussen. Nee, ja, dat is aan jou. Ja, maar je kan ook wachten tot na de tweede gym. Ja, klopt. Dus heel veel ice-types kom je nog niet tegen daarvoor. Dus. Nee, daar was ik misschien leuk van als ik tenminste een Snorunt... tegenkwam in de wild area, maar die kwam ik ook daar niet tegen.
Maar ja, dat is een beetje... Wat doet deze move? Ah ja. Goed. Later. Ik heb inmiddels... trouwens, net een paar seconden geleden is mijn scorebunny geëvalueerd. Nice. In reboot. Ja, wat is met jouw mening met die anthropomorphic evoluties? Dat ze meer op mensen begint te lijken. Daar heb ik niet zoveel moeite mee, hoor. Ik mis een beetje de oude beeststijl van de Venusaur en Blastoise. Ja, maar je had ook gewoon je had ook gewoon Machamp en Machop en Machoke en je had Hitmonlee en Hitmontop, zeg maar. Kijk, ik heb geen probleem met dat we anthropomorphic Pokémon's hebben, zoals een Zoroark. Ik vind het alleen zo jammer dat het nu echt doorlekt naar de starters voornamelijk. Ja, maar kijk, de hadden Blaziken had dat ook en Infernape had dat ook en... Ja, Infernape vind ik minder erg, want het is een aap. Ja. Maar als je... En maar eens was het iedere keer één Pokémon die het had. Sinds eigenlijk Gen 6 is het iedere keer anthropomorphic geweest. Greninja, Delphox, Chestnut. Dat heeft Gen 3 dan toch ook, zeg maar, en Gen 4. Vind je Swampert een beetje menselijk uitzien? Nee, maar hoe heet het ding is, maar hoe heet het, Blaziken wel? Blaziken geef ik toe, maar het was maar één Pokémon. En één Pokémon vind ik op zich nog prima. Ik denk niet dat ze alle drie... Ja, maar hoe heet het bij Gen... even kijken. Bij Gen 6. Ja, Chestnut. Ja. Gen 6 heeft het, Gen 7 heeft het alleen niet met Primarina. Maar Decidueye en Incineroar hebben het een beetje beide. Ja, hoe heet het? Dan tel ik Decidueye ook niet echt mee. Want het is echt een uil, dus ja. Ja. Oké, okay, daar kan je nog een argument geven. Oké, prima. Decidueye neem ik niet... Nee, maar in deze game vind ik het wel heel erg sterk. Van, oké, je hebt Cinderace, oké. Mm-hmm. Je hebt... Ja, Inteleon, ja. En Rillaboom. Rillaboom ook, ja. Nee, dat klopt, daar heb je gelijk in. Maar weet je, nu zeg je het en nu zie ik het, maar als je het niet had gezet, had het me nooit bij me opgekomen. Nee, klopt. En dat is een beetje het hele ding van designs. Als je het niet vergelijkt of wanneer je voorbrengt, dan valt het ook niet op. Nee, precies. En er zijn ook genoeg andere Pokémon's die daar geen last van hebben. Nee, want ik vind, als ik even kijk naar alle designs van deze. Ik vind Centiskorch vind ik heel goed. Ik vind Wooloo vind ik een hele goede Pokémon qua design, ook al is het heel simpel. Ik vind... Kijk, wat zijn ook nog goede... ik vind Copperajah vind ik ook wel heel gaaf eruit zien. Eldegoss vind ik wel gaaf. Dreadnought. Ik vind echt wel heel veel vette Pokémon's, hoor. Ik vind Toxtricity, ondanks dat het natuurlijk ook een staande ding is. Oh, trouwens, even een ding wat ik iets minder... Iets minder vind dan deze game. Sorry, ik werd even afgeleid. Dat is dat je dus hier een area hebt waar je nu dichtbij bent, zeg maar. Een soort van power plant of zo. Ik weet niet echt wat het is. Ja, het is een... Ik weet precies wat je wil zeggen. Ja. Of een boerderij, maar dat je daar dus niet naartoe kan. Dat vind ik zo slecht. En weet je, kijk, als het nou ook nog eens echt effect had op de game... Dus dat het, weet ik veel, dat het iets was waar je nog langer... bij stilstaat, maar nu wordt er iets over verteld en dat is het. Het is niet eens nodig voor het verhaal. Als je dit eruit had gelaten, had niemand er een probleem van gemaakt. Nee, want niemand had gezien. Nee. Maar dat is maar een beetje deze hele game in a nutshell eigenlijk. Ja, maar zijn er nog meer van dit soort dingen? Ik kan de meest iconische cutscene van deze wel fixen. Wist je nog, als je net Pierce had verslagen... Dan krijg je opeens... Ja, Leon, er is een Dynamax Pokémon. Allemaal Dynamax. Gevaarlijk. Ravage. Allemaal gevaar. Levensgevaarlijk. Nee. Ga je de tunnel door? Ja, Leon heeft het al gefixt. Oh, ja. 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 Maar weet je, dat klopt. Dat is best wel slecht. Maar wat ik daar dan wel weer grappig aan vind... is dat... ik vind het wel goed eigenlijk in het verhaal dat ze het een keer niet een kind van 10 laten oplossen, maar dat ze het zelf oplossen. Klopt, dat vind ik wel mooi. Want
Het zorgt wel voor dat Leon iets doet in deze game. Ja, daarom. Daar ben ik volledig mee eens. Dat is wel goed, maar... Leon fixt alles. Yep. Dit is de Leon show. Nee, maar normaal is het natuurlijk altijd een main character show van 10. Waarom ben je dan niet gewoon een keer een trainer die wat ouder is, zeg maar? Ja, Black and White en Black 2 en White 2 gaf je iets oudere mensen. X en Y waren ze volgens mij niet per se ouder, maar zagen ze wel ouder uit. Ja, maar ik vind niet dat de trainer die je bent in X en Y er ouder uitziet dan de trainer die je in deze game bent. Nee, klopt. Ik weet ook niet wat de correcte leeftijden zijn van de... Nou, in theorie ben je 10 als het goed is. Ja, niet altijd. Ah, ik dacht dat als je een Pokémon krijgt, zeg maar, dat je dan altijd 10 bent, zeg maar. Daar heb ik me helemaal vergeten te vertellen. Ik heb mijn kans op een Rolycoly verpest. Oh, nee, toch. Geld heb, ja. Ah, dat is jammer. Even kijken. Ja, Hilbert. Black. Hey, Bulbapedia werkt even mee. Nee. Weet je wat? Puur even voor deze. Victor. Want Victor is de naam van de character in deze game. Oké. Okay. Interessant. Oké, Bulbapedia geeft me deze informatie niet. Dat is niet leuk. Dat is niet leuk, Bulbapedia. Nou moet ik geef me deze informatie in één keer. Victor Page. Bulbapedia, Serbië is toch veel beter? Ik vind het design van Bulbapedia iets fijner. Echt? Oh. Oké. Okay. Oh, dat heb ik echt nog nooit gehoord, maar dat vind ik best wel interessant. Ik vind het ook wel eens leuk. How old are the protagonists in Sun and Moon? Is die elf. Ah. In... Hubert en Hilda zijn met 12 of 13. Dus ja, ze zijn wel wat ouder. Oké. Okay. Maar nee, je hebt wel gelijk. Het is wel, normaal is het standaard 10 jaar. Ja. Zo, maar je bent aan het healen en dan ga je de mine in? Of was je al de mine in? Nou, je kan healen voor de mine, hè. Maar ik ben nog niet bij de mine. Ik ben nog tegen van die mannekes van tevoren aan het vechten. Ja, oké. Okay. Ja, ik ben een beetje in de mine aan het klooien. Hey, deze jongen heeft een sizzle beat. Ja, wat ik alleen wel zonde vind, maar dan hebben we toch een beetje verder in de game. Milo, Eldegoss, mooi. Nessa, Dreadnought, mooi. Kabu, Center Scorch, mooi. Ja. Yeah. Waarom hebben de Ghost and Fighting geen Galarian Pokémon? Galarian Pokémon. Ja, dat vind ik ook heel slecht. Nee, het is een Machamp en een Gengar. Ja. Ja, dat vind ik echt. Maar ik word dat is iets. Niemand gelooft meer mijn verhaal wat ik aan het begin zei van dat ik nergens over zeur. Maar dat gelooft nu niemand meer. Maar hoe heet het? Ik vind dat Gen 1'ers, of gewoon dat Gen 1 zo in de anus wordt genomen, zeg maar. Daar kan ik zo slecht tegen. Ja. En zeker met Charizard. Ik dacht van, ja, ik vind Charizard bij voorbaat al niet vet. Omdat ik al gewoon haat dat hij weer een andere vorm krijgt. Ja. Wat ergens is, want Gengar heeft nu ook eigenlijk twee vormen. Ja, maar bij Charizard voelt het al. Ja, maar die had natuurlijk al twee mega vormen. Ja, en dat is nog bij op. Wat een... Ja, ik zei... Maar wat is nou zo vet aan Charizard? Ik bedoel, het is een Blastoise. Het is een draak. Ja. Ja. Dat is de enige reden. Oké, ja. Ja, ik had je graag een betere uitleg kunnen geven, maar het is een draak. En ze zijn niet meer populair. Dan vind ik toch Salamence en Flygon toch wel veel vettere draken. Of jij niet? Nee, Flygon vind ik veel gaver. Maar ja, hey, ik bepaal niet, anders had ik Venusaur 2 megas gegeven. Ja?
Okay. Als ik eentje, twee mega's had moeten geven van de Kanto start, had ik het Venusaur gegeven. Oké. Okay. En dan is dat dan om hem vetter te maken, zeg maar. Want ik heb zeg maar altijd als iemand aan me vraagt wat is jouw minst favoriete starter alle tijden, dan zeg ik altijd Bulbasaur of Oshawott. Ah. Oké. Okay. Waarom Bulbasaur? Wat zeg je? Waarom Bulbasaur? Oshawott kan ik op zich nog wel begrijpen, want die staat niet bij heel veel mensen bovenaan, maar... Ja, omdat ik vind het design gewoon niet vet, zeg maar. Ik heb wel best wel vaak een Venusaur gehad en hij was best wel goed hoor, daar gaat het niet om. Maar ik vind hem gewoon niet vet. En bijvoorbeeld, ik vind de starters van Gen 3, zeg maar, vind ik super vet. Ik vind eigenlijk alle drie vet. En dan is het ook nog eens zo dat degene die iedereen het vetst vindt, dat ik die het minst vet vind van Gen 3. Sceptile of Blaziken? Nee. Iedereen vindt Swampert het vet. Tenminste, dat gevoel krijg ik. Omdat iedereen zegt dat ze Swampert zo vet vinden. Ja, maar laten we heel eerlijk zijn. Swampert wordt vooral door speedrunners gebruikt en Swampert breekt de game. Ja, oké, precies. Want mijn favoriete Pokémon alle tijden is Blaziken. En Azumarill is een goede tweede, zeg maar. Ja. Ik hoor iedereen van... Ja, Swampert... Heel veel mensen vinden Torchic niet vet. Terwijl ik gewoon Torchic wel een vette starter vind, zeg maar. En ja. Zeker als het op Blaziken wordt. Nee, Simple Gen 3 heeft een hele goede basis qua starters. Ja. De enige die minder is in die gen... Maar dat komt puur en alleen maar vanwege... Hoe de mechanics toen nog in elkaar zaten, was Sceptile. En hoezo is hij dan minder, zeg maar? Crash was special. En... Altijd? Crash was altijd special tot aan Gen 4. En Sceptile was een physical attacker. Ja, dat is wel heel lame. Daar hebben ze gewoon niet over nagedacht. Nee. Kijk, en later kregen wij wel andere Pokémon. In Gen 4 werd hij wel beter. En andere Pokémon hadden ook het probleem, maar dat is een beetje het hele ding. Het is van, ja, je gunt hem eigenlijk even wat dingen, maar ja. Nee, kijk, mijn favoriete Pokémon zijn Meganium en dan Houndoom. Maar zoals ik weet, Meganium is geen goede Pokémon. Nee, maar Meganium is wel, vind ik wel echt een vette starter, zeg maar, Chikorita. Terwijl dat zeggen ook heel veel mensen dat ze die niet vet vinden, maar die vind ik wel vet. Ja, maar ik geef ook heel leuk toe. Ik vind Meganium hartstikke gaaf. Ik gebruik hem dolgraag in Gen 2 punts, maar ik weet ook donders goed. Het beest zuigt als een malle. Terwijl ik Cyndaquil helemaal niet vet vind. Terwijl heel veel mensen Cyndaquil het vetst vinden van die drie. Ik vind Totodile ook wel echt heel vet hoor. Ja, maar Totodile is volgens mij de agreed upon Johto starter. Niemand haat die volgens mij. Nee, dat klopt. Zul je net de reactie zien? Ik haat Totodile. Oké, mooi. Maar dat is gewoon om te haten. Ja. Nee. Laat maar raden. Oshawott haat je vanwege het design, of niet? Ja, vanwege het design. Nou, kijk, als het Oshawott... Ik vind namelijk die... even tussendoor. Van alle starters die ik haat, zeg maar... Vind ik de Middle Evolution echt vet. Ja, maar Diebold is mooi, is simpel. Het werkt. Diebold is gewoon echt vet. Oshawott is iets te gecompliceerd. Het heeft iets te veel kleuren... En het mesht gewoon niet helemaal goed bij elkaar. Nee, precies. En terwijl ik bijvoorbeeld bij Popplio vind ik op zich nog oké. Ik vind Brion echt heel vet. Alleen ik vind Primarina zo lelijk. Ja, weer overdesigned, hè? Ja. Terwijl ik Brion dacht ik echt van... Oh, dit wordt echt een hele vette. Ja, terwijl het bij heel veel mensen omgekeerd is. Die vinden Brion alweer drie keer niks. Maar vinden Primarina hartstikke gaaf. Ja, what the fuck? Ja, ik weet niet. Het zijn echt van die kleine rukdingetjes waar ik nooit zeker van weet... Hier zitten heel veel rock Pokémon's, hè? Daar heb ik niet zo heel veel tegen. Welkom in mijn leven. Oh. Golett lost al mijn problemen op. Shadow Punch my way to victory. Ja. Dat is straks tegen Beat ook. Beat is gewoon één Shadow Punch, één Shadow Punch, één Shadow Punch, dode Beat. Beatie is eigenlijk gewoon een hele slechte trainer, hè? Op zich, zijn team is niet verkeerd, maar hij gebruikt de verkeerde psychics. Terwijl ik bijvoorbeeld Reuniclus wel echt een hele vette Pokémon vind. Ja. Weet je door wie? Reuniclus. Ja. Ja. Door niet in wezen. Ik vind wel te begrijpen. Nee, maar hij heeft een Golfita en een Solosis. Pokémon die een beetje dezelfde rol vervullen. Nee, ja. Dan heeft hij later een Galarian
Ponyta, wat ik heel goed kan begrijpen, want hey Gellar. En hij heeft een Hatrem, wat ja, nieuw is voor deze, dus opnieuw te begrijpen. Maar waar is bijvoorbeeld... Nee, wat zou een goede zijn? Waar is een Musharna? Waar is een... Gewoon een goede bulky psychic type? Waar is een Bronzong bijvoorbeeld? Ja. Die heeft Hop toch wel? Maar heeft Hop geen Bronzong? Oh nee, ik kijk nu op dit moment een streamer en die doet een aangepaste versie van Sword and Shield. En daar heeft elke trainer zeg maar één type. De monotype run. Ja. Nou ja, hoe heet het? Deze zeg maar. Daar is het verhaal ook aangepast dat je een gymleader kan worden, zeg maar. Aha. En degene die dan zeg maar speelt ook maar met één type. Mm-hmm. En dan heeft Hop, die doet dus ook mee aan die gymleader run, zeg maar. En die heeft dan allemaal steel types. En dan heeft hij ook een Bronzong. Ja. Ik ga wachten op route 4 voor jou. Oh, je bent wel echt een stuk verder dan ik. Ik ben echt net de slot ingelopen. Ja, ik hoop af dat je de mijn uit bent. Want route 4? Maar jij kan misschien nog vast Milky gaan vangen als je wilt. Of loop je dan tegen trainers aan? Ik kan misschien kijken of ik net de boel kan ontwijken en de Milky kan vangen. Net nog voor het einde. Ik heb TM voor Rock Blast gevonden. Allee. Het is ook zometeen echt dat jij zoveel... meer Pokémon's kan vangen. Want je kan ook Electric zometeen vangen. Oh ja, ook nog, ja. Terwijl, dat vind ik ook wel een vette Pokémon, maar ik wil Toxtricity gebruiken. Je kan hem gewoon gerust vangen, is altijd goed voor je collectie. Ja, tuurlijk, want er gaat, op een gegeven moment komt er op een moment dat er allemaal Pokémon's doodgaan bij mij. Ja. En dan heb ik al die Pokémon's heel hard nodig. Yep. Nou, ik heb een Milsri. Oh, ik was heel even bang dat ik genaaid was. Kan nog steeds hoor. Oh ja, gelukkig. Ik liep per ongeluk tegen die Cargill aan die over die rails heen ging. En die is level 16 of zo. En ik had net een Pokémon vooraan staan die level 13 is. Even iets checken, want ik ben even op zoek naar een naam voor Milsri. Noem hem Milkshake. Nee? Okay. Nee. Pudding? Nope. Cannoli. Cannoli. Holy cannoli. Cannoli. Add to party, want dan ga ik eigenlijk, als het me lukt, want jij bent nog even bezig met dat stuk, om te kijken of ik zo'n topic kan fixen. Want dat zou ik op zich nog heel leuk vinden om daarmee te eindigen. Oh ja, dat is wel een goed idee, want ik ben echt nog wel even bezig hier, dus goed idee. Dan loop ik even offscreen, wanneer ik klaar ben met de mine, loop ik wel weer opnieuw door de mine heen. Want ik denk dat de volgende part, voornamelijk alle voorbereiding, is voor de gym. Ja. Yep. En dat we daarna de gym daadwerkelijk kunnen doen, want jij moet redelijk veel dingen vangen, ik moet redelijk veel dingen vangen. Duurt nog wel even. Want ik kan ook een Pumpkaboo vangen. Oh, die is zo vet. Die Pokémon is zo vet. Die wil ik eigenlijk een keertje in een run gebruiken. Dat is me nog nooit gelukt, maar ik vind die Pokémon zo vet. Ik heb Gorgeist in de X en Y Solink gebruikt. Okay. Best handig om te hebben, want het kan wel hit steken. En daar laat ik alles mee gezet. Dat is ook die Pokémon, toch? Ja, nou, je hebt die grote, hè. Je hebt small, medium, large en extra large. En hoe groter die is, des te hoger zijn defense, maar des te laagste speed. Okay, je kan hier in de overworld zien hoe groot die is. Nou, dat was de Café Master. Please, topping. Please. Fuck jou. Ho. Odgato. Weet je welke Pokémon je maar ook mag vangen? Nou. Sinistee. Ja, maar Sinistee doe je nog wel even.
Ja, dat klopt. Dat duurt zeker nog wel even. Want je mag ook Impidimp vangen. Ja, als het kan, ga ik niet met team stoppen. Ja. Hij is toch ook dark? Hij is Dark Fairy, ja. Ja. Welke Pokémon? Milcery. Ja, I know. Topping, maar... Where to get... Topping... Milcery. Ergens aan de linkerkant, vlakbij Pokémon Center, onderaan Modestoke. Ja, nou... Nog een keer? Ergens aan de linkerkant en dan vlakbij, zeg maar bij de, je begint bij de Pokémon Center onderaan Modestoke en dan loop je daar rechts langs en dan aan de linkerkant in die straat. Ja, nee, die heb ik gehad. Ah. Maar hij gaf mijn old kato. Oh ja, dat is fucked up. Ja, nee, want ik weet dat je hem op een andere manier ook kan krijgen. En het probleem wat ik nu heb is, ik weet waar ik één topping kan krijgen, maar dat is pas helemaal lock. Dat is wel heftig als het zo lang duurt, ja. Ik zit nu tegen 3 Timbers te vechten en het doet fucking... Oh, die fight. I'm yelling Timber! Ik ga heel voor de lol kijken of er nog mystery gift codes daarvoor waren. Ah, dat is wel slim. Ja, Shiny Amoongus, fuck off. Hey, Poison Type! Oh, die heb je niet trouwens. Mag je niet gebruiken, dus... Oh, scary face. Want ik kan ook Swirlix vangen. Of Swirlix, of het is of Swirlix of het is... Hupplepup. De pre-evo van Aromatease, maar daar heb ik ook een item van nodig. En waar krijg ik die? Ook de Battle Café. Dus ja, sorry mensen dat ik heel veel stil sta. Ik ben gewoon even aan het kijken of ik misschien nog een beetje iets kan doen. Nou, ze kunnen desnoods naar mijn beeld kijken als ze te lastig vinden dat je stil staat. Ja. Oké. Ja, I know, Acquisition, the break and obtain winning at Battle Cafe, all switch can be obtained by completing Wild Area, News Exclusive, Milcery, Trade Battles? Ja, nee. Ja. Ja. Okay. Het wordt gewoon Battle Cafe. Oké. Okay. Want de andere ding wat ik kan doen, is de Isle of Armor en dan de Cremomatic er maar in stoppen. Maar... Ja, dan moet je lucky zijn, toch, of niet? Nee, er zijn recipes voor. Oké. Okay. Als je... Want alles heeft een bepaalde typing. En op basis van de value waar je op uitkomt, kan je een ding krijgen. Ik moet liggen een Diglett, en die Diglett doet Scratch. Met wat voor cloud doet hij Scratch? Oh. Wat is dit voor onzin? Oké, ja, ik ben nou achter hoe je hem in de Cremomatic moet fixen, maar ik ben bang. Even puur kijkend naar wat je erin moet stoppen. Dat onmogelijk is. Omdat je daar nu nog niet aan kan komen. Nou, die vind ik altijd de grootste humor die er is. Om zo'n suite te krijgen, ja, moet je de suites in stoppen. Oh. Daar heb je weer heel veel aan. Even kijken. Ja, en andere dingen is letterlijk de evolutie items voor Slurpuff en voor de Aromatease evolutie. Seeds en Moonstones. Ja, jongens. Daar ga ik wel een paar keer in de Battle Café klooien. Ja, precies. Want, laten we eerlijk zijn, daar heeft niemand wat aan. Nope. Hey, Milcery, ik mag jou dolgraag, maar... Even bixen. Jij gaat weer mooi terug in de box en we halen Kokoro er terug. De Wobbit die ik net heb gevangen. Ah. Dat is handige informatie. Even kijken. Ja, als ik zeg, ja, ik heb Kokoro erin gestopt, Milan. Ja. Fuck heb je het. Ja, wie de fuck is dat?
Ik heb soms originele namen. Maar in het geval van bijvoorbeeld een Pumpkaboo. Ja, sorry, Halloween Pumpkaboo, ja. Ik heb nog geen Pumpkaboo gevangen, maar dat wordt waarschijnlijk de naam die ik neem voor de Pumpkaboo. Oké. Okay. La-di-da-di-da-di-da. Fuck jou, Galarian Zigzagoon. Ik word jou net niet vangen. Galarian Zigzagoon. Ik moet nu terug een Roly-Coly van level 15. Goed bezig. Double cool. Even kijken, Growlithe hebben we daar gehad. Hallo, Corvus Squire. Doe je Corvus Squire. Oké. Dan lopen we mooi door. Even kijken, Roly-Coly. Dan voor mij moet je nog alleen nog maar beat als ik het goed heb. Denk het ook. Heel eventjes een potionje gebruiken voor Punky, zodat hij mooi snark kan spammen zo meteen tegen al die beat psychic Pokémon. BD. Oh, twee super potions, nice. Daar heb ik wat aan. Dat was geen sarcasme, maar ze kwam het er misschien wel uit. Oké, hè, ik ben bij die flapdrol. Oké, dan wacht ik nog heel even. Ja, Milschrik kan ik toch niet fixen, dus ik ga een kamp opzetten. Met Solasis. Ja, ik weet helemaal dat Glenn helemaal fan was van Reuniclus en daardoor ben ik ook een beetje fan van Reuniclus geworden. Heeft hij ooit een Reuniclus gebruikt? Dat weet ik niet, maar dat is wel zijn lievelingspokémon. Ja, op zich geinig, want dan is het een favoriet Pokémon, maar dan weten we niet eens of hij ooit. Want Gen 1 heeft hij gedaan in Fire Red, Gen 2 heeft hij gedaan, Gen 3 heeft hij gedaan. Of waarom heeft hij nooit Gen 4 of Gen 5? Dat weet ik niet, maar ooit toen wij hem keken, dat was echt nou ongeveer toen wij ons kanaal startten, daarvoor nog. Dus dat is ruim 8 jaar geleden. Toen stond Reuniclus altijd in zijn banner. Toen had YouTube banners nog dat je die waren echt vet vroeger, weet je wel. Ja. Zo helemaal om je kanaal heen en dat je alles ook klikbaar kon maken. Yep. En nu is het allemaal zo steriel geworden als maar kan. Yep. Eigenlijk ook overal standaard, hè. Ja, I know. Zowel Facebook, Instagram. Nou, Instagram heeft dan geen header, maar Facebook, Twitter hebben allemaal headers, zeg maar. En Twitch ook en YouTube. Dus tja, allemaal standaard. Heb je ook nog eens dat gedoe met die scaling, dat die op de tv natuurlijk fucking groot is, ja. Maar dat die op de telefoon weer heel klein is. Oh, ja, precies waar je dat hebt. Ik denk niet dat hij in één keer dood is. Hij is level 16. Hij moet mij gewoon heel eventjes een klein beurtje gunnen. Mm-hmm. Hij moet gewoon even een doe, weet ik veel wat, iets cools. Nee, niet dit, this charming voice. Wat? Oh, dat is ik heb even eens gekeken, Kokoro, wat is jouw... Ik heb iets met kluts. Kokoro heeft ook weer kluts. This Charming Voice is een special attack, toch? Ja, ja, nice. Ik ben super blij. Doet die quick attack? Nee. Oké, Hetena is ook dood. Ah, dat is alleen die Gothitelle nog, of die Bij mij was het Solosis, Govita en dan Hatrem. Oeh, Flame Charge. Wie leert de Flame? Oh. Oké. Okay. Kan er maar één zijn, volgens mij. Zo. Zo. Ja, schiet nou op, jongen, Kees. Nou, die Gothita kan nooit goed zijn.
Weet ik niet. Eat off. Wat doet die pound? Kijk, daar houden we van. Ga jij maar poundjes blijven spammen, ja? Dan snarl ik jou. Oh, hij heeft best wel een redelijk goede defense. Nee, klopt. Oeh, hij heeft competitive. Dus, oops. Ja, nee, maar dat is op zich niet erg, want het zijn special attack rows, maar hij, omdat ik snarl doe, gaat hij ook elke keer omlaag. Dus het blijft gewoon even, zeg maar. Ah, oké, fair enough. Oké, hij is bijna dood. Ik moet nog één keertje hitten. Wacht, Roast Sharply is natuurlijk plus 2, of niet? Ja, Sharply is 2, ja, nee, Drastically is 3. Dan is competitive echt fucking goed. Ja. Yep. Maar hij doet geen special attacks, dus hij heeft er niet zoveel aan. Daar. Ja, hij is dood. Nice, dan mag je nog even de beats en gejammer luisteren. En dan zijn we klaar voor vandaag. Ja, ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken van deze aflevering van de Sword and Shield Avatar Lock. Vergeet vooral niet op de Subpar Guys te abonneren. Het linkje staat in de beschrijving. Jordi, bedankt voor deze aflevering. Ja, ook bedankt, Limilan. Ja, graag gedaan. En dan zie ik jullie volgende keer. Amigos.